Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo allemaal, ik ben Andrea Davelaar van Oh My Goddess en ik geef op de Bewustzijnsschool de les Wake Up in Your Feminine Pleasure. En ik wilde heel graag voor jullie een podcast opnemen over wat nou eigenlijk de werkelijke reden is dat jij geen seksueel verlangen voelt. Of dat jij te weinig zin hebt in seks. Of dat je eigenlijk zelfs weerstand voelt bij seks. Wat is nou eigenlijk de werkelijke reden hiervan? En ik ga je vertellen dat het er 5 zijn. Maar wat ik vaak hoor als ik met vrouwen praat over seks, en dat gebeurt nogal eens, wat ik vaak hoor wat opgegeven wordt als een reden waarom een vrouw geen zin heeft in seks, is bijvoorbeeld, ja nee, we hebben het zo druk, ik heb geen tijd voor seks. Of ik ben zo moe altijd, als ik in mijn bed lig, wil ik gewoon het liefste slapen. En ja, weet je, ik zit zo in mijn hoofd van mijn werk en alles wat er gebeurd is, dan heb ik eigenlijk, kan ik niet schakelen naar seks en vrijen. Dat is voor mij te moeilijk. Of je vindt misschien dat je partner het niet goed doet, dat het voorspel niet lang genoeg is, of dat het niet gaat zoals je wil. Of misschien doet het wel pijn, dat wordt ook vaak gezegd. Nee, seksualiteit doet pijn. Of als je kinderen hebt, dat je zegt, ja, ik ben zo bang dat de kinderen wakker worden. Of ik ben altijd met mijn hoofd bij de kinderen. En dit zijn allemaal redenen die door vrouwen met name worden opgegeven als zijnde van, ja, dit is de reden waarom ik geen zin heb in seks. En lieve vrouw, dit zijn symptomen van de werkelijke onderliggende redenen. Want wat is er nou aan de hand? Wat is er nou werkelijk aan de hand? Waarom heb je eigenlijk geen seks verlangen? Geen zin in seks? Niet voldoende zin in seks? Want er zijn zoveel stellen die ondertussen nou 1 keer per maand vrijen als ze geluk hebben. Zeker relaties die langer bij elkaar zijn, die schuiven terug naar minder en minder seks. En wat is daar nou de reden van? Nou, de eerste reden is, je maakt er geen prioriteit van. Dat klinkt misschien heel gek, maar het is eigenlijk zo simpel als dat. Want we zijn allemaal druk, we hebben allemaal maar 24 uur in een dag. Maar wat maakt nou het verschil tussen stellen die ontzettend goede seks hebben en regelmatig seks en stellen die eigenlijk een soort bijna seksloze relatie hebben? Wat is nou het verschil? Nou, 1 belangrijk verschil is, maak er een prioriteit van. Stellen die een goed seksleven hebben, die zetten hun vrijpartijen, hun seksualiteit, hun seksuele leven op de eerste plek. En die zorgen dus dat ze het inplannen. En dat klinkt misschien een beetje suf, maar wat nog veel suffer is, is als je uiteindelijk misschien helemaal bijna geen seks hebt. Dus dan kan je maar beter kiezen voor de andere suffe reden om gewoon seks in te plannen. En dat is ook omdat je, het is bewezen dat op het moment dat je vaker seks hebt, dat je ook meer verlangen krijgt naar seks. Dus op het moment dat jij er prioriteit aan geeft en het gewoon inplant in je week, dan ga je dus al vaker seks hebben. En dan zal je merken, doordat je het vaker doet, dat je meer zin krijgt. Dat je weer gaat voelen hoe fijn het is. En ik wil je uitnodigen om deze uitdaging in ieder geval aan te gaan. Dus verdubbel het aantal keren dat jij seks hebt met je partner.
Dus is dat 1 keer per week, doe dan de komende periode 2 keer per week seks. Heb je 1 keer in de maand seks, doe dan de komende periode 2 keer per maand seks. En geloof me, zodra je het vaker gaat doen, zul je meer zin gaan krijgen. En de tweede reden waarom jij, de werkelijke reden waarom jij geen seksueel verlangen ervaart in jezelf of te weinig, is dat je waarschijnlijk niet goed genoeg voor jezelf zorgt. Want het is ontzettend belangrijk om jezelf fit te voelen, om lekker in je vel te zitten, om je lichaam fijn te laten voelen. Dus als jij eigenlijk bijna niet sport, als jij eigenlijk veel te slecht eet en misschien ook nog wel te weinig slaapt en ook nog te veel stress ervaart op je werk of in je eigen bedrijf of wat je dan ook doet als moeder, dan zijn dat allemaal factoren die jou als persoon en in jouw energie je niet fit en aantrekkelijk doen voelen. Want hoe gezonder je eet, hoe fitter je bent als je naar de sportschool gaat, hoe meer je let op je slaap, hoe meer energie je gewoon zult hebben. En vanuit een gevoel van ik voel me goed, ik voel me fit, zal je al merken dat je sneller zin hebt om toch te gaan vrijen. Want de grootste pleasure killers zijn stress en vermoeidheid. Dus als jij beide creëert in je leven en dus te weinig slaapt en te weinig ontspanning creëert voor jezelf, hè, door te sporten of andere dingen te doen, hoe groter de kans is dat jij dus absoluut geen zin hebt om te vrijen. Dus dat is de tweede reden. Zorg jij wel goed genoeg voor jezelf, voor je eigen energie en je eigen lichaam. De derde reden waarom jij geen zin hebt of te weinig zin hebt in seks, is dat je niet bewust bent van wat jouw seksueel verlangen aanwakkert. Dus je hebt als mens, als vrouw, heb je een accelerator en je hebt een brake in jezelf. En de accelerators, dat zijn eigenlijk de factoren die jou helpen om je seksuele energie te voelen, om je opwinding te gaan voelen, om je zin te gaan voelen. Dus dat je zin krijgt. En je breaks, dat zijn de dingen waar je meteen op afhaakt. Hè, ik noem maar wat, je wil gaan vrijen of je bent in de mood en er wordt een kind wakker en bam, dat is jouw break. Dan ben je er helemaal uit en dan lukt het je niet meer om erin te komen. Een andere break kan zijn dat je zo in je hoofd zit dat je alleen maar met je partner aan het praten bent over werk en over de dag en over de kinderen. En dat dat dus eigenlijk jouw seksuele zin, je zin in seks, eigenlijk helemaal niet bevordert. Sterker nog, het zet gewoon de rem op jouw seksuele verlangen. Aan de andere kant heb je dus accelerators. En dit zijn juist de dingen die jou gaan helpen om wel zin te krijgen. Dus bijvoorbeeld dat je als je samen op de bank zit, dat je elkaar gaat aanraken in plaats van alleen maar gaat praten. Of dat je partner jou overdag al tekstjes stuurt, appjes stuurt met leuke, spannende, verleidende teksten erin. Of iemand, hij gaat je masseren. Nou, maar waar het om gaat is dat de meeste vrouwen niet weten wat hun accelerators zijn en wat hun breaks zijn. Waardoor je jezelf dus eigenlijk niet zo goed snapt seksueel. En dus ook geen idee hebt waar je moet beginnen om dus je seksuele zin, je zin in seks, terug moet krijgen. En dat is natuurlijk heel frustrerend, want waarschijnlijk zijn er dan continu breaks in jouw leven. Hè, dingen waardoor je juist afhaakt en geen zin hebt. Terwijl er eigenlijk ook heel veel accelerators zijn, maar die heb je niet in beeld. Dus als je dit hoort, ga dan eerst eens eventjes met je partner in gesprek. Wat zorgt er nou voor,
Of wat kan ik doen om jou in de mood te krijgen? Wat heb jij nodig of wat hebben wij samen nodig om in de mood te komen? En daar alleen al het gesprek over voeren en daarbij stilstaan is al zo'n enorme winst voor jou en je partners seksleven. En de vierde reden is dat jij het ontzettend saai bent gaan vinden wat jullie doen in bed. En dit is natuurlijk iets wat heel makkelijk gebeurt als je langere tijd bij elkaar bent en je een soort patroon hebt ontwikkeld waarin je wel weet dat het wel lekker is en dat je elkaar wel kunt bevredigen en misschien tot een hoogtepunt kunt laten komen, maar dat er eigenlijk niet zoveel meer aan is. En het feit dat het misschien saai is, dat zegt eigenlijk twee dingen. Eén zegt het dat het dus tijd is voor iets nieuws. Maar het zegt ook dat je wellicht de afgelopen periode aan de veilige kant bent gebleven. Dus dat je jezelf in je comfortzone hebt gehouden op seksueel vlak. Dus dat je het spannend vindt om misschien nieuwe dingen te proberen. Dat je jezelf daar niet voor openstelt. Dat het eigenlijk te spannend voelt. En dat je eigenlijk aan de veilige kant bent gebleven. Maar dat je eigenlijk van binnen wel een verlangen hebt om iets anders te ervaren. Maar die drempel om dat uit te spreken en om dat toe te geven aan jezelf, die drempel kan best heel hoog zijn. Want op het moment dat je het gaat uitspreken, dan betekent dat ook dat je het gesprek daarover kan gaan voeren met je partner. En dat betekent dus ook dat je misschien uit je comfortzone zou moeten stappen om iets nieuws te gaan proberen in jullie seksuele leven. Dus die stap, die drempel, is voor heel veel vrouwen best heel spannend en ook vaak niet in hun bewustzijn. Dus ook hier wil ik je uitnodigen om eens te kijken naar, oké, hoe kan ik mijn seksleven een heel klein beetje oprekken? Dus wat kan ik doen wat een klein beetje uit mijn comfortzone is? Dus denk maar eens na of praat maar eens met jouw partner over een klein stapje uit je comfortzone, iets wat je normaal gesproken niet doet of iets wat je normaal gesproken spannend vindt, maar geef jezelf de ruimte en de opening om een klein stapje te zetten richting wat vernieuwing en wat verandering. En met die vernieuwing en die verandering ontstaan er weer nieuwe prikkels en voel je je weer een soort nieuw samen, want dan ga je weer nieuwe dingen ontdekken en dat levert weer enorm veel nieuw verlangen op. En de laatste werkelijke reden waarom jij geen zin hebt of te weinig zin hebt in seks, nummer 5, is het feit dat je wellicht rondloopt met nog heel veel seksuele bagage. Vrouwen die eigenlijk nog nooit met hun seksualiteit hebben gewerkt, lopen eigenlijk nog rond met traumatische ervaringen, negatieve ervaringen, heel veel overtuigingen over seksualiteit en over hun eigen seksualiteit die ze die hun tegenhoudt eigenlijk om volledig in hun seksuele energie te kunnen staan, in hun seksuele zelf. Dus als jij bijvoorbeeld van huis uit hebt meegekregen dat seksualiteit vies is, of dat je je ervoor moet schamen, of dat dit iets is wat alleen maar gevaarlijk is omdat je er zwanger van kan worden, of dat je een geslachtsziekte krijgt. Als je allemaal dat soort boodschappen hebt meegekregen, dan is het ook wel logisch dat jij niet staat te springen om seks te hebben. Want diep van binnen voel jij dus ontzettend veel schaamte, angst of schuld rondom het uiten van jezelf op een seksuele manier. En geloof me, bijna alle vrouwen lopen hiermee rond. En ja, het is mijn grote passie natuurlijk om juist al die vrouwen te helpen om hun bekkengebied, hun seksuele zelf, hun seksuele seksualiteit te bevrijden. Om dat los te krijgen, om dat los te maken, om daar ruimte te maken.
Want nogmaals, als jij wordt tegengehouden door overtuigingen die je nog met je meedraagt, met allemaal ervaringen die je hebt gehad die niet prettig waren, als je die allemaal nog in je draagt, dan is het ook wel heel moeilijk om jezelf echt als een seksueel wezen te zien. En echt te mogen genieten van seksualiteit. En dat blokkeert en remt jouw seksuele verlangen. Ik heb deze als laatste geplaatst, omdat je natuurlijk eerst alle vier de andere tips kan gaan toepassen. Maar als je merkt dat er dan nog steeds geen verandering in zit, dan zou het goed kunnen dat op een diepere laag in jezelf de blokkade nog steeds actief is in je systeem. En dat is iets waar ik als sexual empowerment coach vrouwen bij help. Om jouw seksualiteit te bevrijden. Nou, ik hoop dat je in ieder geval wat inzicht hebt gekregen met deze vijf werkelijke redenen waarom jij wellicht geen zin hebt in seks of veel te weinig zin hebt in seks of er niet van geniet. En nogmaals, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En heel veel liefs van Andrea Davelaar, van mij, van Oh My Goddess.